Zijn we er klaar voor? Ja, je hoeft echt niet te gaan lopen stressen, tenminste. Het meeste hebben we natuurlijk al gedaan. Er zijn nog een paar kleine dingetjes die jullie moeten doen om het af te maken. Maar ik heb het laatst ook gemaakt voor mijn familie. Toen moest ik dan wel voor iets meer mensen moest ik het maken. En deden we stiekem natuurlijk. Maar als je maar zorgt dat alles netjes klaar staat. Dus zorgt voor een lege werkbank. Ik heb hier gewoon een tafel en ik heb hier zo'n stom klein inductieplaatje en een oven. Helemaal daar. Dan heb jij vast een stuk beter voor elkaar. Maar als je dus gewoon even een paar simpele regeltjes dus zorgt voor voldoende kokend water. Als je dus de warme gerechten op gaat warmen. Zorg dat je borden goed voorverwarmd zijn. Dat scheelt gewoon echt een hele hoop stress tijdens het dresseren. Plus dat je dan nog gewoon lekker warm kan eten daarna. En zorg voor ruimte, weet je wel. Dus alles wat je niet nodig hebt, wegzetten. Alle spulletjes die je gebruikt voor het gerecht. Zorg dat ze bij elkaar staan, waar we dan gewoon spulletjes uit kunnen pakken. En de rest gaat eigenlijk, nou niet vanzelf, moet natuurlijk nog wel iets doen. Maar de rest komt al helemaal goed. Zullen we beginnen? Kom. Oké, nou we gaan voor de verandering eerst eens heel even beginnen met het dessert. Misschien een beetje vreemd, maar ja. Ik haal even deze bak leeg. Al die andere spulletjes die laat je gewoon zo lang staan. Die hebben we straks pas nodig. We beginnen eigenlijk hiermee. De panna cotta. Panna cotta, wel een soort van, nou ja, letterlijk vertaald gekookte room. Normaal gesproken met gelatine. In dit geval met een soort zeewier. Eigenlijk gegeleerd. Ik heb hier een pannetje. Daar doe ik dit in. En dan ga ik heel even verhitten tot, nou ja, zeg maar tegen de kook aan. Je zal zien dat die room, die dus nu een beetje uitziet als mayonaise, zo dik, dat die dan weer helemaal vloeibaar wordt. Dus we leggen zo aan. Dan gaan we zo meteen storten in een kommetje. Ik heb dus een kommetje, dus pak zoiets als dit, of een, nou ja, waar je 's ochtends de yoghurt in eet, of anders een groot glas. Die wel prettig om iets te hebben wat diep is. Wat eet prettig in dit geval. Oké, ik weet niet of dat je het een klein beetje kan zien, maar het begint dus al te smelten. Dus precies wat we willen, zorg dat hij niet te hard gaat staan te koken. Want dan gaat hij dus echt gewoon reduceren en dan verandert, ja, verandert eigenlijk alles. Oké, nou. Klaar. Ja, zoals je ziet, dit is echt gewoon gesmolten room nu. Dit gaat in het kommetje. Ze schenkt er een beetje voorzichtig in. Hop. Oké, dat is klaar. Dit laat ik nu zo, nou ja, een kwartier, 10 minuten heel even staan. En dan zul je zien dat het, nou ja, in ieder geval een klein beetje gegeleerd, een klein beetje wat steviger wordt. Daarna kun je het verplaatsen naar de koelkast om verder op te laten stijven, tot we het straks nodig hebben met het dessert. Dan de granita. Nou, die ziet er nu zo uit. Een beetje slush puppy-achtig. Of als je wat verder weg hebt moeten rijden, is het waarschijnlijk helemaal gesmolten. Maar dat maakt niet uit. Ik pak nu een bord, maar je kan ook een schaaltje pakken. Daar doen we dit in. Dan gaan we terug de vriezer in plaatsen. Prak het een beetje plat. En dan zometeen, over een kwartiertje, doe je het nog een keertje doorroeren. Of een kwartiertje nog een keertje, totdat je iets hebt wat nou ja, gewoon lijkt op granita. Dus echt een beetje schaafijs. Ja? Dus dit gaat de vriezer in. Gaan we straks weer verder. Zo, jullie voorgerecht. Ik heb hier een vinaigrette. Daar komen we zo meteen bij. Eerst even dit leegmaken. Hier een crème van kool en zeewier. Even kijken. Dan heb ik hier wat onrijpe aardbei gepikkeld. Ik heb hier wat koolbloemen gepikkeld. Ik heb hier wat, even kijken, wat rettig. Radijs gepekeld. En ik heb nog meer zeewier, waaronder dit roodhoorntjeswier. Dat leg ik wel even hier neer, dan leg ik er bovenop. En wat wakame en wat dulse. Die ga ik ook hier in die rettig vouwen. Die leg ik heel even plat neer. Gaan ze eigenlijk vouwen als een soort, nou ja, raviolis, dumplings. Ik begin eigenlijk met het verdelen van dat zeewier hier overheen. Dus maak zelf een beetje een keuze van wat je er boven en onderop wil leggen. Of wat je in wil pakken in die ravioli. En wat je er eventueel bovenop wil leggen. Ik heb dus eigenlijk alleen maar die hele fijne plantjes gepakt. Die doe ik er bovenop. En de rest gaat er eigenlijk allemaal in. Zo. Die gaat daar. Ik heb nog wat zeespaghetti hier. Zo. Klaar.
Dit heb ik nu gedaan. Dus ik heb het echt gewoon een beetje verdeeld over die plakjes. Dan ga ik daar nu deze crème nog op doen. Dus dit is wat, gebarbecuede kool, wat gebarbecuede bosui, wat zeewier. Dat gaan we nu hier overheen doen. Eigenlijk net als de vulling van een ravioli eigenlijk. Zo. Nou, dat moet volgens mij ook nog wel kunnen. Toch? Kijk, dan gaan we ze nu dichtvouwen. Pak ze eigenlijk gewoon zo beet. Nou ja, en dan, omdat ze gepekeld zijn, het vormt vrij makkelijk. Ga ik ze nu een beetje zo bij elkaar vouwen. Zie je? Nou, dat doe ik ook bij de andere. Dit kun je dus ook echt super makkelijk voorbereiden. Dus ben je nou met iets meer mensen? Dit is gewoon echt prima een klusje wat je een half uur van tevoren al kan doen. Je hebt ze gewoon allemaal bij elkaar op een plateautje staan. En dan als je dan zover is om de borden af te gaan maken. Nou, dan pak je dat plateau erbij en dan kun je in één keer door. Ik ga nu deze raviolis, dumplings, hoe je het ook wil noemen, ga ik in het bord zetten. Eigenlijk met de opening naar boven. Zodat niet, als we straks de vinaigrette erbij gieten, in één keer alles eruit loopt. Zo, nummer 3. Dan gaan we nu verder met de pickles. Zoals gezegd, wat onrijpe aardbei uit afgelopen zomer. Wat koolscheuten. Begin van de zomer, nou ja, een klein beetje zomerse energie. Deze winterdagen, nou ja, vind ik altijd wel prettig. We gaan deze zo een beetje tussen steken. Nou ja, ben zelf een beetje creatief. Dus het is gewoon een suggestie zoals ik het nu doe. Maar maak er vooral zelf wat leuks van. Zo ook wat van die koolscheuten. Dus ik vond het zelf wel grappig dat er al kool in zit. En dan dit eigenlijk uit het voorjaar. Zo. Gaan we verder met zeewier. Ik ga hier gewoon heel even wat takjes vanaf. Ga ik een beetje tussen steken ook. Eentje hierachter. Kijk. Dus nu hebben we dit. Ja, nogmaals, ik doe dit nu zo, maar ben creatief, maak er wat moois van. Je hebt er ook alle tijd voor. Dan gaan we er nu de vinaigrette bij gieten. Rabarbersap, klein beetje olie van zwarte bessenhout. Echt een enorm smakelijke combinatie vind ik altijd. Heel even een beetje rustig heen en weer schudden. Niet te hard, het hoeft niet een compleet gebonden dressing te worden. Wel van die pareltjes olie erin vind ik zelf in ieder geval heel charmant ook. En dat schenken we er zo bij. Dan is het klaar. Kijk eens. Geniet ervan. Nou, we gaan jullie tussengerecht maken. Even kijken. Ik heb hier twee dingen. Voor de vegetariërs of voor de mensen die niet van zeeduivel houden. Een wentelteefje. Klinkt een beetje raar, maar eigenlijk een beetje op dezelfde manier gemaakt zoals je dat zou doen. Alleen dan een hartige variant. En wat kaascreme. Dat wentelteefje, als je die dus eentje hebt, die gaan we opwarmen in de oven. Dus die leg ik alvast op een plateautje. En zodra die uit de oven komt, smeren we daar wat kaascreme op. Deze vis gaan we dus zometeen opwarmen in dit pannetje met water. Wat we daar eerst in gaan doen, is deze spinazie blancheren. Blancheren, oftewel echt heel erg kort koken. We gaan het niet koud spoelen, want we gaan het eigenlijk meteen opmaken. In dit water, dit is een liter water die ik hier heb staan, daar moet eerst zout in. En dan moet je niet bang zijn, dan bedoel ik zeg maar echt zo'n... handpalm met zout. Dat ga je niet allemaal opeten, maar wij doen het wel altijd. Dus meteen op smaak. Ik hou dit nu in een pincet. Je kan natuurlijk ook gewoon zoiets gebruiken of een theezeefje. Dat gaat allemaal wel lukken. Heel kort, spinazie is echt zo gaar. Als er één ding is wat ik echt onwijs goor vind, dan is het doorgekookte groente. Ik haal dit er dus ook nu al uit. Ja? Dit leg ik nu heel even hier neer. Ga ik straks nog heel even opwarmen. Nu zet ik het vuur uit. Deze vis, die zeeduivel, die is gewoon al helemaal gaar. Dus die gaan we alleen heel even opwarmen. Ik pak de timer erbij. 5 minuten. Dat zakje, of 2 zakjes, die gaan daarin. Wat ook daarin gaat, is deze saus. Zie je? Zo opwarmen ook.
En ik geef dit plateau aan Maarten, die nu heel snel naar de keuken rent. Voor zometeen, ik heb hier nog wat pikkels die we zometeen gaan gebruiken. En een beetje uicreme. Even kijken. Ah, nog 4 minuten, dat is ruim 4 minuten. Dat is wel heel lang om vol te lullen. Tot zo. Oké, nou. De tijd is wel zo goed als voorbij. Maarten is heel even naar de oven aan het rennen. Wat ik nu dus ga doen, ik haal de saus er heel even af. En ik haal de vis er heel even uit. Die is nu gewoon warm. Ga ik de spinazie, ga ik heel even kort opnieuw opwarmen. Alles was al gaar. Dus het gaat echt om heel even weer de kou eraf, want dat is natuurlijk niet zo lekker. Ik hoop dat je er ook aan hebt gedacht om heel even je bord in de oven te zetten. Dat is wel zo fijn met het dresseren dus. Ik ga dus eigenlijk beginnen met, dat leg ik alvast in het bord, de spinazie. Dan heb ik hier dus de vis en dat wentelteefje. Dat wentelteefje maak je af als volgt. Dus ik heb de kaascreme. Nou, roer die nog heel even een klein beetje door. Zo met je lepel. Waarschijnlijk met een theelepel qua formaat het meest relaxte. Alles eraf. En dan zo op die wentelteef. En dan kun je hem afmaken met wat pikkels. Ik heb hier, dit is dan voor 2 personen, wat zaadjes van de Chinese bieslook en wat dille. Dus eigenlijk gewoon van de volwassen dilleplant. Helemaal aan het einde van zijn leven schiet hij natuurlijk ook in het zaad. Nou ja, daar hebben wij dus een pikkel van gemaakt. Zo, die gaan er zo op. Even een handdoekje pakken, want anders verbrand ik mijn vingers. Zie je? Dus dit gaat dan nu op bord. Dit gaan we nu verder afmaken. Dus ik laat nu heel even de vis zien, maar dat gaat dus echt exact hetzelfde als het vegetarische gerecht. Dus in het geval van de vis, heel even het zakje open knippen. Die hebben we dus gegaard in wat boter, zoals je ziet. Dan ga ik op die spinazie, ga ik eerst, net als bij de vegetarische variant, een mooie lik uicreme smeren. Zo. Dan pak ik heel even met een pincetje, maar dat kan ook met een vork of weet ik veel wat. Kijk, het vocht dat erin zit, dat kun je lekker laten zitten. Leg nu de vis op bord. En dan ga ik ook hier wat pikkels op doen. Wat ik hier dus niet op ga leggen is een kaascreme. Niet dat ik kaas en vis absoluut nooit lekker vind. Maar in dit geval in ieder geval niet. Ja, dus verdeel ook hier gewoon even wat van die pikkels overheen. Nou. Kijk. Zo. En dan als laatste. We hadden natuurlijk nog die saus. Gefermenteerde asperge met een beetje daslookolie. Zorg dat die deksel echt goed op zit, want anders ziet alles er zo meteen groen uit. Even goed schudden. Zul je zien dat het een gifgroene saus wordt. Maak je hem voorzichtig open. Zo. En dan schenken we die erbij. En dan zijn we klaar. Kijk eens. Geniet ervan. Zo, jullie hoofdgerecht. Ik heb hier 2 dingen. Een stukje pareloen. En wat chou farci, oftewel in het Nederlands wat gevulde kool. Chou farci klinkt wel een stuk lekkerder natuurlijk. Dit gaan we in het water opwarmen straks. Dit gaat in de oven. Dit heeft straks maar 5 minuutjes nodig. Dit heeft 10 minuten nodig. Dus we gaan eerst hiermee beginnen. Dus je oven is voorverwarmd op 180 graden. Heb je nou zelf geen chou farci besteld, dan kun je deze stap dus overslaan. Ik ga deze in ieder geval heel even uitpakken. Hier zit nog een plasticje omheen. Kijk, dat hebben we eromheen laten zitten omdat we ze anders niet zo mooi kunnen snijden. Dus dit minus het plasticje gaat op een plateautje. Zoals dit. Pak je de timer erbij. 10 minuten. Op een voorverwarmde oven van 180 graden. Dus Maarten neemt het nu mee.
Als we nou straks nog ongeveer 5 minuten de tijd hebben, komen we nog heel even bij je terug om alle andere dingen warm te gaan maken. Waaronder dus deze pareloen. En wat hebben we hier verder nog meer? De saus van zuurkool. Postelijn. Voor straks het gerechtje af te maken. We gaan nog wat andere dingen in de oven steken. Wat geroosterde knolselderij. Wat kantarellen. Wat prei. We hebben een krummeltje voor straks voor op de chauffassie of voor op de pareloen. Of voor allebei. En als laatste hebben we hier nog wat crème van knolselderij met hazelnoot erin. Die doen we in het andere pannetje. Dus die gaan we dan straks opwarmen. Zo, nou, die bak helemaal mooi leeg. Onderin het bakje, dus hier zit nog een klein plasticje in, daar zit dus nog wat truffelboter. Dat moet je dus ook niet weggooien, zoals je wel begrijpt. Dit gaan we straks heel even kort verwarmen ook nog in het pannetje. Dus de deksel die erbij zat, duwen we er even goed terug op. Dat is ook alleen maar voor de chauffassie. Dus als we nog ongeveer 5 minuten te gaan hebben, zorgen we voor een pannetje met kokend water. Ja, dan gaan we de rest dus even afmaken. Hoe lang hebben we nog? Nou, nog ruim de tijd. Tot zo. Nou. Dus we gaan nu verder. Dus het water kookt zoals je ziet. Gaan we nu uitzetten. En dan hangen we dit zakje met die pareloen. Of er nou 1 of 2 zijn. Als er nou 2 zijn, zorg je voor een liter water. Net van de kook af. Dit ligt in het water. We geven dit plateautje aan Maarten. Gaat ook 5 minuten nu in de oven van 180 graden. Dus die chauffassie, als je die al bestelt, die blijft nog heel even staan. Saus gaan we opwarmen. Gewoon zorg dat dat dekseltje er heel goed op zit. Zetten we hier gewoon, zie je, gewoon hier zo bij. Zo ook de truffelboter. Nogmaals, zorg dat die goed dicht zit, dat bakje. Ben je nou met meer mensen, dan kun je dus ook de truffelboter van 2, 3 of 4 mensen gewoon alles bij elkaar in 1 bakje doen. En dan zet je dat ook zo in het water. Als je helemaal geen vlees bestelt, heb je dus wel dat bakje nodig, of dat pannetje nodig met water om dus je saus en eventueel die truffelboter op te warmen. De reden waarom je dat niet in een pannetje doet, is omdat het gewoon niet genoeg is om gewoon normaal op te kunnen warmen. Dan verdampt eigenlijk de helft voordat het al warm is. Dit werkt gewoon een stuk beter. Beetje jammer van alle plastic. Baal ik zelf ook een beetje van. Maar goed, ja, het is helaas niet anders. De knolseldercrème, die gaan we ook heel even opwarmen. Alvast, zodat de kou er een beetje af is. Ik heb hier een inductieplaatje. Ik weet niet of je een klein beetje kan zien. Hij is al mooi glad. Er hoeft verder ook geen water bij, weet ik voor wat. Ik ga het gewoon puur om opwarmen. Doe het nou niet op te hoog vuur. Knolseldercrème heeft heel erg de neiging om echt gewoon aan te gaan branden. Zeker als je dus met een gasfornuis werkt. Gaat eigenlijk gewoon de hele zijkant van dat pannetje wordt eigenlijk gewoon alles dan aan te koeken. Nou, bij mij is het nu al warm. Hier. Ik ben al klaar. Jij misschien nog niet. Kijken. Timer loopt. 3 minuten 23. Tot zo. Nou, we hebben nog ongeveer 15 seconden. Ik zit dit uit. De puree ga ik weer even opwarmen. Gaan we het even warm maken. Het is ook heel lekker als je heel even je borden, zoals ik al had gezegd, even in de oven. Al is het maar een halve minuut op 180 graden. Het scheelt zoveel rust eigenlijk die je dan daarna hebt om dingen rustig op te kunnen leggen op je bord. Te kunnen dresseren. Kijk, ik haal, dat is Maarten ook, de truffelboter haal ik eruit. Ik haal de saus eruit van zuurkool. En ik haal de pareloen eruit. Die leg ik heel even hier zo neer. Zo kun je het ook een beetje zien. Oké, die chauffassie. Daar gaat dus truffelboter overheen. Die in dit bakje zat. Zoals je misschien afvraagt. Ja, waarom doe je dat nou zo? Als we dit meteen hier overheen hadden gedaan. Dan blijft er niks van over. Nu heb je gewoon echt lekker die truffel. Gewoon aromatisch en lekker sappig. Dat gaat zo op die chou. Zie je? Dat doe ik er eigenlijk mee. Wat hier nu verder overheen gaat. Een klein beetje krumbel. Van hazelnoot. Zal even doen. Zo. Kan ik het wat makkelijker pakken. Dit werkt dus hetzelfde als die pareloen. Dus die laat ik zo meteen zien.
Maar nu is er even deze af. Dus zoals gezegd, de chou farci, truffel, daar op een crumble. En dan leggen we die zo op bord. Nou, dat kun je ook, hè. Ik ga nu de parelhoen verder afmaken. Dat werkt exact hetzelfde. Die zit alleen dus in een vacuümzakje. Dus die gaan we even openknippen. Zo. Hier zit dan een klein beetje lak zit hierbij. Giet er overheen. Zo, over de vogel. En dan gaat hier ook die krummel bij. Dat hazelnoot en bieslook. Gewoon over het vogeltje. Zo. Gaat ook deze op bord. Iets links van het midden. Knolselderij crème. Klein beetje hazelnoten erin. Leggen we er zo bij. Dan de groenten. Nou, alles is op smaak. Maar een klein beetje zout erbij. En echt dit. Gewoon een heel klein beetje. Gewoon een beetje eroverheen zo. Eventueel nog wat peper uit de molen erbij. Om hartstikke lekker. Oké, begin met wat jonge prei. Leggen we erop. Wat stukjes knolselderij. Dan heb ik hier nog wat kantarellen. Even een beetje, ik ga het gewoon lekker met mijn vingers doen ook. Zo. Gewoon een beetje verdelen over het bord. Dat je eigenlijk gewoon straks met iedere hap wat van alle garnituren hebt. Zo. Dan hebben we nog wat saus. Eigenlijk als basis in plaats van azijn, voornamelijk zuurkoolsap. En dat eigenlijk gewoon verder afgemaakt als een normale beurre blanc. Alleen dan in plaats van gewone boter, wat gerookte boter. En er zit wat sap zit er doorheen. Dus zorg dat je hem schudt met de deksel erop. Maak hem open. Nou, schenk er wat saus bij. Je hoeft niet alles in één keer te doen. Gewoon een klein beetje beginnen. Kun je later nog wat nemen. Dan gaan we verder met postelijn. Gewoon wel lekker, een beetje frisse groenten nog ertussen. Nou ja, groenten. Wat frisse blaartjes. Dan is alles gaar. Is ook wel lekker om een klein beetje variatie te hebben op het bord. Zo. Nou, dan zijn we eigenlijk klaar. Ziet er heerlijk uit. Kijk eens aan. Geniet ervan. Zo, we gaan jullie kaasgerecht maken. Als je dat besteld hebt tenminste. Voor sommigen zal het een beetje vaag klinken. Chocolade. Stilten, bessen, dit is een bessenblad. Dat kan me goed voorstellen, maar geloof me, het is echt heel erg lekker. We hebben dat eigenlijk al een hele tijd hebben we dat op de kaart. In verschillende vormen hebben we dat eigenlijk gemaakt tot nu toe. Maar goed, dit is dus de takeaway versie. En ik moet zeggen, ik ben hier eigenlijk best wel blij mee met deze. Dit is dus kaas, stilten, die hebben we bevroren en opgedraaid. Het meest relaxe, het moet in ieder geval echt goed koud zijn. Dat lijkt misschien een beetje tegenstrijdig. Want kaas eet je natuurlijk normaal gesproken op kamertemperatuur. Maar het is makkelijker als want hij gaat dan natuurlijk, net als kaas, een zeker gerijpte kaas, een beetje aan elkaar plakken anders. En het is eigenlijk een krummel die er overheen komt. Zo ook dit. Dit is ook een krummel. Dus dit is chocolade, een klein beetje koffie zit erin. Om het nog vreemder te maken op papier voor je. Een beetje amandel. Het past allemaal perfect bij elkaar. Maar goed, ook dit. Liefst vanuit de koeling of zelfs de vriezer werken. Dan kun je het daarna gewoon over je recht heen knijpen. Een beetje crémeux van gekarameliseerde chocolade. En hier een beetje cake van chocolade. Nou, veel chocolade, een beetje kaas. We gaan het gerecht opmaken. We gaan eigenlijk beginnen met de crémeux. Dus wat je doet. Nou, maak hem even open. Gewoon eigenlijk gewoon een soort chocolademousse van gekarameliseerde chocolade. Ik lik gewoon even lekker nu mijn vinger af. Heerlijk! Vervolgens gaan we beginnen met de bessen. Die ga je eigenlijk in dat moesje leggen. Dus dit zijn ingemaakte kassisbessen. Die gaan dus hier zo hop in. Daarna gaan we verder met de cake.
cake die ga ik gewoon eigenlijk in wat brokjes breken. Gewoon een beetje dit werken, komt allemaal niet zo nauw. Er komen allemaal nog dingen overheen. Die cake zorgt uiteraard voor chocoladesmaak, maar ook gewoon voor een beetje structuur. Ik heb gewoon het water gewoon in mijn mond. Ik ga deze zo meteen lekker oppeuzelen. Daarna, dus deze crumble. Nou, die kun je hier gewoon zo een beetje overheen strooien. Zo. Daarna de kaas. Dus die kan, kijk, ik denk dat ik hem nu prima eruit krijg. Maar je ziet, kijk, hij plakt ook al meteen aan je lepel. Dus relax als die echt ijs en ijskoud is. En dan kan hij gewoon op bord, kan hij wel een klein beetje op temperatuur komen. Kijk, kaas is natuurlijk lekker als hij een beetje op temperatuur is. Maar voor het verwerken van de kaas, wij werken, als we dit in het restaurant op de kaart hebben staan, echt zelfs vanuit de vriezer. Dus dan hebben we het echt gewoon helemaal tot sneeuw gedraaid. En dan doen we het vanuit de vriezer erop en dan laten we het even staan. En dan krijgt het, het is natuurlijk een hele warme keuken, krijgt het voldoende warmte mee voordat het naar de tafel gaat. Dan hebben we hierin, wat gedroogde zwarte bessenbladeren. Dus die maken we in het voorjaar, maken we daar heel veel van in. We maken er ook olie van, maar deze is dan gedroogd. Of tenminste, ja, eerst gepikkeld. Net als een augurk eigenlijk. En daarna gedroogd met wat zwarte bessenpuree eroverheen. Dan heb ik hier in het zakje zitten ook nog wat zwarte bessenpoeder. Ik weet niet of dat je zo'n theezeefje hebt. Je kan het er zo ook overheen gooien. Maar goed, ik vind het leuk om daar zo'n zeefje voor te gebruiken. Oké, gaan we dus die bladeren gaan we hier dus... Deze een klein beetje breken. Zo, alles een beetje neerleggen. Kijk, dan heb ik nu dus dit. Leg het zeefje klaar. Doe ik daar dat poeder in. Dus dat is poeder van gedroogde zwarte bessen. Zo. Kijk. En dan doe ik dat dus over het gerecht heen. Nou, deze is van mij hoor. Of van jou, Maarten? Ik denk van mij. Kijk eens, eet smakelijk. Zo, nou, jullie dessert. We hadden natuurlijk dit al voorbereid, de panna cotta. Met kersenpitten, had ik straks niet verteld. Dus we hebben die op smaak gebracht met kersenpitten door die kapot te draaien. En dan even laten trekken. Een beetje amandelachtig smaakje krijgen daarvan. Gaan we dus nu afmaken met wat duindoorn. Wat crumble. En we beginnen met deze fudge. In het voorjaar maken we echt bergen met rozen in. Alle knoppen dan maken we olie van. Die olie zit hier doorheen. Dit ga je eigenlijk als eerste op die panna cotta doen. Zo, hop. Dan deze crumble, dus wat bijenpollen, wat gedroogde bloemetjes uit onze tuin, koekkruimel. Nou, dat gaan we hier een beetje overheen verdelen. Ik wil uiteraard voor de smaak, maar zeker ook voor de presentatie. Natuurlijk gewoon midden in de winter, wel echt super vrolijk om dan alsnog wat bloemen te kunnen gebruiken. Daarna deze duindoorn. Verdelen. Zo. Overal een beetje. Nou ja, dit komt allemaal verder niet zo heel erg nauw hoor. Maar het is gewoon fijn als je gewoon bij iedere hap een beetje van al die spulletjes hebt. En dan als laatste. Inmiddels ziet hij er zo uit, de granita. Dus je kan hem eventueel nog een klein beetje los roeren. Zo wat ik nu doe met een vork. En dan ga je het overheen scheppen. Het is dus belangrijk. Kijk, dit kun je dan in de keuken nog doen. Daarna ga je naar de tafel. Het is dus echt fijn als iedereen zit. Dat je dan pas de granita eroverheen schept. Want anders dan is het gesmolten terwijl jij nog in de keuken bezig bent met die bordjes. Ja, dus op het allerlaatste moment. En dan schep je dit nou, liefst niet de midden op. Maar gewoon een beetje zo aan de zijkant. Zodat je alles nog ziet liggen wat je eerder op bord hebt gelegd. En dan ben je klaar. Kijk eens. Geniet ervan. Heel erg bedankt en hopelijk tot snel.